goed gedaan in ieder geval. Hey, bedankt voor de goede samenwerking. Dankjewel. Vandaag is het gewoon een hele ontzettend leuke, drukke dag. Omdat wij natuurlijk vanavond een voetbalwedstrijd op het programma hebben. Het weer is natuurlijk verschrikkelijk mooi. Nou, daar past natuurlijk ook de setting bij, met zo'n barbecue. Mevrouw, wilt u ook even lekker proeven? Een combinatie van Boussin en Coca-Cola. Nou, wat doen we naar mij? Dit land op zo'n manier op een leuk idee gebracht, zeker tijdens de WK en de zomer die eraan gaat komen. Het is natuurlijk fantastisch dat je dingen kunt laten proeven. De combinaties kunt zoeken voor de klant die het nog niet weet. En een blikje cola erbij, dus ja, hoe mooi vind je het hebben. Helemaal top. Willen jullie wat drinken? Nou, lekker. En cola light. Cola light. Ja. Het zou wel heel leuk zijn als gewoon inderdaad, ja. Hoeveel dus, denk je dat het gaat worden? Ja, dat dacht ik ook. 2-1 voor Nederland, hè? Ja, dat ik hoop het. Ja. Ja, zeker weten. Oh. Lekker broodje erbij, met broesen. Dit is ook wel een van de mooiste demoplekken van de winkel, want ja, iedere klant komt hier gewoon langs. Barbecue hamburger, 100% rundvlees en hij is al voorgekruid. Hij is echt super goed van smaak. Dat hoort erbij, is altijd lekker erbij. Perfect. Het ruikt ook lekker. Dat vind ik ook altijd mooi. Ik heb gisteren al een nodige stukjes op. Vandaag heb ik even een balansdag, zeg maar. Maar het was heerlijk. Het was echt heerlijk. Ik had eerst zoiets van barbecue in de winkel, maar het gaat prima met een grill. Ik weet niet wat jullie volgende week te doen hebben, maar...